Justitieminister Kenneth Amoxie vindt niet dat de gemoederen bij de brandweer verhit zijn, zoals eerder deze week bekendgemaakt is door bondsvoorzitter Wendel Oosterwolde. De bewindsman zegt dat hij gisteren een gesprek heeft gehad met de bond en afspraken heeft gemaakt met de leden. Hij belooft dat zaken met de bond middels dialoog zullen worden afgewerkt. Gisteren, voor uw informatie, heb ik een vertegenwoordiging van de brandweer ontvangen. En we hebben in een heel gemoedelijke sfeer met elkaar gesproken over hun voedingsgeld die straks behandeld moet worden. We hebben gesproken over SZF. Dat heb ik ook al getekend en doorgestuurd, die conceptovereenkomst. Dus ik weet verhit en dat soort dingen waarover u praat. Amoxie zegt verder dat er concrete toezeggingen zijn gedaan aan de bond. De redactie verneemt dat er morgen een persconferentie belegd wordt door de brandweerbond. Het is niet duidelijk of de minister daarbij aanwezig zal zijn. Amoxie zegt dat er ook wordt gewerkt aan het uitbreiden van het politiekorps. Ik ben bezig die lijst vrij te geven voor de BBO 2021-2022. We leggen de laatste hand hieraan. De opleiding begint nog dit jaar. Het gaat om 300 zoveel sollicitanten. En ten aanzien van de politiemannen die bij de beveiliging werken, we gaan dat gefaseerd afwerken. We gaan dat afbouwen, bedoel ik. Ja? Dat was dus minister Kenneth Amoxie. Met de komst van een nieuwe lichting politieambtenaren zal de druk op deze gewapende eenheid minder worden. We spraken de minister vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers.